En dan is het nu tijd om kennis te maken met onze muzikale gast. Zijn naam is Sepp Hendriks. Op zich zal die naam jullie misschien nog niet zo heel veel zeggen, maar daarom neem ik jullie heel graag mee naar het jaar 2009, naar Junior Eurosong. In een wereld vol gamen loop ik rond en doe mijn ogen dicht. Veel te bang om te verdwijnen, hopeloos op zoek naar licht. En een van de broers zit hier bij mij. Een heel goedemiddag, Seb. Goedemiddag. Wie van de twee ben jij? Ik ben de kleinste. De kleinste. Ik moet altijd twijfelen, ik weet het nooit, want jullie hebben toch wel een beetje dezelfde gelaatsuitdrukking, zowat, hè? Mag je dat zeggen? Ja. Vandaar dat we ook broers zijn. Hè? Ja, goede opmerking. Dit was 2009. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Want je bent ondertussen 17 jaar. Toen was je nog kind, zou ik maar zeggen. Nu ben je jong volwassen. Ja, ik kijk daarop terug als een ervaring die mij de ogen heeft doen openen om te beginnen met muziek te maken, ja, en ermee bezig te zijn. Is het daar echt begonnen, dat je zoiets had van, oh, dit is leuk, dit wil ik eigenlijk voor de rest van mijn leven doen? Ja. Daarvoor was het niet zo van, ik ga sowieso zanger worden of ik wil iets met tv gaan doen. Maar toen heeft mijn broer gevraagd of ik mee wou doen, want hij heeft het nummer geschreven. Ja. En ik zei ja, en dan zijn we daar ingerold. En dan heb je die microfoon in je handen, je staat voor de monitors, je hebt camera's, je hebt publiek. Ja, verliefd geworden op al die op dingen. Op heel het gebeuren. En toen wist ik het wel, ja. Nu, uiteindelijk heeft je dat geen windeieren gelegd, want je hebt dan in 2009 deelgenomen aan Junior Eurosong. En uiteindelijk ben je dan bij Oliver terechtgekomen, de musical. Ja, ons danseresje had gezegd van, er is een auditie voor een musical en we hadden nu dat Eurosong gebeuren afgesloten en we gingen samen kijken van wat zou een musical inhouden. En dan hebben wij allebei auditie gedaan en een auditieke verder en een auditieke verder en voilà, het begint toch serieus te worden. Ja. En uiteindelijk mocht ik dan Oliver spelen. En dat was ook wel top, denk ik, hè, als je dat nooit gedaan hebt. Heel leerrijk ook. Ja. Want ik heb repetitiebeelden gezien, daar zat ook veel dans bij. Ben jij een danser? Ik kan bewegen. Ja. Ik volg Work & Strama op de Kunsten Majoren van Hasselt. Mm-hmm. En daar krijg ik ook 2 uur dans in mijn lespakket. En daar zeggen de leerkrachten ook altijd van, Seb, jij kan bewegen. Ja. En waar ga je naar school? Ja. Kunsten Majoren Hasselt. Oké, okay, ja. Fantastisch, hè? Dus op zich ben je daar qua studies ook al wel mee bezig. Ja. Top. En dan hebben we natuurlijk nog, en dat vond ik nog het chicste van allemaal, denk ik, dat je gewoon de show mag openen van Christophe en Vrienden. Ja. De eerste woorden uit de mond, die kwamen van jou. Ja, dus dat was in de ETS Arena. En op Catnet hadden ze een oproep gedaan dat ze een soort van kleine Christophe zochten. Ja. En dan mocht ik dat zijn. En dan gingen zo die deuren open van, met het licht zo. En dan dachten ze, oh, Christophe gaat daar staan. En, nee, ik ben het. Het was dan toch iemand anders. Ja. Uiteindelijk hebben we een stukje waar we jullie alle twee zien zingen. Alle twee in het wit, een zeer mooi geheel. Een ster die jou nooit meer verlaat. Die altijd voor je straat. Die geef ik dan. Een ster, ze is speciaal voor jou. Ook wel een heel leuke ervaring, denk ik, want hoeveel volk kan er in zo'n ETS arena? Toch? 6.000, denk ik, toen. Toch wel leuk, hè? Ja. Ja. Is dat het soort van muziek wat je wil gaan brengen? Ik zing heel veel ballades thuis. Het echte, pure slager. Daar ben ik niet zo, maar ja, dat is natuurlijk ook de leeftijd, denk ik. Het valt een beetje tussenin, zo wat pop, maar toch Nederlandstalig. Ja, Nederlandstalige pop en een balladen of zo, daar die richting. Ja, want de tijd is rijp om nu als Seb naar buiten te komen. En je bent 17, ik zei het daar straks al, en dat je nu een solo liedje hebt en dat heet, moet ik even spieken, De Tijd Maakt Het Verschil. Ja. Dat is al een zware titel. Ja, dat is zo. Ja. En waar gaat het over?
Het gaat over een jongen die al heel lang een vriendin heeft, waar die is mee opgegroeid. En nu dat ze wat ouder zijn, zou het wel eens kunnen dat er meer bloeit tussen dan die twee. Dan vriendschap. Ja. Een verhaal wat wel past, denk ik, wat ook wel regelmatig voorkomt. Hè? Ja, ik denk dat veel mensen zich daarin kunnen vinden. Oké. Ik stel voor dat je dat gewoon gaat zingen. Ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat klinken. Oké. Gaan we naar de microfoon toe? Seb Hendricks heeft al een hele mooie weg afgelegd eigenlijk op die afgelopen 5 jaar. Hè. In 2009 Junior Eurosong, dan Oliver, dan ook nog eens met Christophe op het podium gestaan. En dan nu uiteindelijk zelf een nieuwe single uit te brengen onder zijn naam. En die klinkt zo. De tijd maakt het verschil. Zo blind zijn dat ik dit niet eerder zag. Ik wou gewoon een vriend zijn, maar ben veranderd in een oogopslag. Hoe kon ik weten wat ik nu weet? Dat jij hetzelfde wou, precies hetzelfde wou. Seb, met de tijd maakt het verschil. Dankjewel. Ik denk dat het een man is die we in de gaten moeten gaan houden. Fijn dat hij erbij was. Nog veel succes. Dankjewel. Ja, we houden het alleszins in de gaten. Hè. En bij de volgende single kom je gewoon terug. Zeker weten. Zeer goed. En dan is het nu tijd geworden voor de derde opgave van Wie is dat jong?